Welkom. Echt gek dat jullie hier zijn. Zo de laatste weken van het jaar. Ik hoop dat jullie allemaal een beetje de energie hebben ook om lekker te genieten en mee te doen ook vooral. Laura, van harte welkom. Ik wil eerst even, jij zit dus in Rusland. Vertel, hoe gaat het met je? Ja, ik zit nu in Rusland inderdaad. En het was superleuk dat jullie er allemaal zijn. Ik voel me heel erg welkom hier. En ja, ik ben dus professioneel volleybalster. Ik speel al 12 jaar in het Nederlands team. En voor verschillende clubteams in het buitenland gespeeld. En dit is mijn tweede seizoen nu in Rusland. En ik moet zeggen, het is een uitdagend seizoen. Het is niet erg makkelijk hier. Dus laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Het is niet, het gaat niet over rozen, zeg maar. Ja. Nee, vertel, want voor heel veel mensen was het een pittig jaar, ook met corona en de maatregelen. Maar bij jou kwam er nog het een en ander bovenop. Hoe was jouw jaar? Ja, afgelopen jaar was mijn eerste jaar in Rusland. En naast dat het natuurlijk echt wel wennen is om in een nieuwe cultuur te gaan leven ineens. Met de coronamaatregelen zat heel Rusland eigenlijk op slot. Dus vrienden, familie kunnen geen visum krijgen om mij hier te komen bezoeken. En daarnaast kan ik niet makkelijk naar Nederland. Omdat het daarna heel moeilijk is om weer Rusland in te komen. Met quarantainemaatregelen en alles. Dus ik zit hier eigenlijk vrij geïsoleerd op mezelf. En daarnaast heb ik privé gezien ook een moeilijk jaar gehad. Toen ik 5 weken in Rusland was, toen overleed de eerste mijn oma. Waar ik dus niet naartoe kon naar haar begrafenis. En die heb ik dus online moeten volgen. En vervolgens, afgelopen jaar in december, is mijn moeder ook nog eens overleden. Die aan dementie leed en Alzheimer. Dus ja, dat was allemaal wel heel erg pittig, alles bij elkaar. En ja, aardig wat tegenslagen gehad, zeker. Ja, en hoe laat eerst even naar je moeder, want dat lijkt me... misschien kun je zelf even iets meer vertellen over je achtergrond. Want je hebt ook op jonge leeftijd al je vader verloren. Klopt. Ja, kun je eens vertellen hoe dat gegaan is en hoe dat... Ja, toen was je... Hoe oud was je toen? 15? Ik was 15, klopt. Mijn vader was ook ziek, hij had kanker en na een jaar ziektebed is hij daaraan overleden helaas. Op dat moment was ik 15, nou ja, jullie weten waarschijnlijk zelf, dan heb je nog misschien dan niet echt een hele intieme band met je ouders dan wanneer je wat later wat ouder bent. Dan ga je ook andere dingen aan je ouders wat meer waarderen of zo. Dus toen ik 15 was, toen ben ik eigenlijk vrijwel meteen doorgegaan, ook met volleyballen. Ik was toen super fanatiek in het volleybal. Ik weet al dat ik die dag dat mijn vader overleed, de volgende dag had ik training en ik stond op de training. En teamgenootjes van mij waren niet op de training, omdat zij dus zo verdrietig waren dat mijn vader was overleden. Dus dat is wel een beetje de instelling die ik altijd heb gehad, weet je wel, altijd doorgaan. In 2015 is mijn moeder ziek geworden. Toen is de diagnose van Alzheimer bij haar bekend geworden. En door de ervaring die ik met mijn vader heb gehad, heb ik toen wel een besefmomentje gehad van oké, ik moet daar wel echt de tijd voor nemen. En toen ben ik ook een half jaar bijvoorbeeld niet naar een volleybalclub gegaan om ook echt de mantelzorg van mijn moeder op me te nemen. En de laatste momenten dat zij nog een beetje zeg maar helder was, dat ik daarbij kon zijn. Dus haar overlijden, zeg maar... Het was natuurlijk niet onverwacht, want dementie is natuurlijk een aflopende zaak. Maar ja, het komt natuurlijk nooit gepland en nooit verwacht. En het was des te moeilijker dat ik toen in Rusland was en in de corona vluchten moeten regelen. Het was echt wel een hele stressvolle tijd. En het ging supersnel ook aan het eind, dus moest heel snel schakelen, snel naar Nederland. En na de begrafenis moest ik 2 dagen daarna ook alweer naar Rusland om weer door te gaan bij mijn club. Dus hele heftige tijden. Maar hoe heb je dan op het moment dat je dus naar Nederland moest, wat deed dat met je? Want hoe kreeg jij überhaupt het bericht dat je moeder overleed? Ja, het was heel best wel bizar, want mijn moeder zat toen in een zorginstelling. In 2018, tijdens het WK met het Nederlands team, is zij toen in een zorginstelling overgeplaatst vanuit huis. Mijn zus die belde mij op een gegeven moment begin eind november van... Ja, Lau, ze gaat nu wel echt achteruit, weet je wel. Ze begint minder te eten, dus het einde nadert wel. Dus ja, de artsen zeggen nog 1 maand, 2 maand, ja... Langer gaat het niet zijn, dus hou daar rekening mee. Neem contact op met je club, ga dingen regelen, ga het aangeven dat als het moment komt dat je wel naar Nederland kan om nog afscheid te nemen. Nou, en toen een 2 dagen later, toen belden ze me en zei ze van ja, het gaat zo snel, het kan over een paar dagen al zijn. Dus toen samen met mijn management meteen met de club gebeld en toen ben ik de volgende dag op een vrijdagochtend meteen naar Nederland gevlogen, via Polen naar Nederland, hele omweg, hele lange reis.
was ook super emotionele reis natuurlijk. Want je hoopt gewoon dat je nog op tijd bent. Eén vertraging met vliegtuig. En je bent gewoon te laat om nog afscheid van je moeder te nemen. Dus het was heel emotioneel. En ja, ik was gelukkig nog net op tijd om bij haar te zijn. Ze heeft me nog gezien. En in die nacht is ze overleden. Dus ja, heel snel gegaan. Als je zo vertelt in no time eigenlijk wat er allemaal in jouw leven al is voorgevallen. Dan hebben we het nog niet eens over je sport. Maar ik hoor bij jou ook die kracht en die energie om vooral door te gaan. Heb je ook die momenten dat je heel even bij jezelf zit en wat het met je doet? Of geef je jezelf die ruimte niet? Ja, dat is zo mooi dat je dat zegt. Want dat is ook wel mijn valkuil. Ik speel heel graag voor struisvogel. En ik doe graag, weet je wel, gewoon lekker door. En maar doorgaan, maar dan kom ik mezelf ook wel vaak tegen. Of vaak, ik ben mezelf daar ook wel eens in tegengekomen. Ook in de tijd dat mijn moeder ziek was en ik ook de mantelzorg voor haar deed. Vrijwel niemand van de buitenwereld wist dat. In mijn volleybalteam wisten de meiden dat wel natuurlijk. Maar ja, als sporter sta je natuurlijk best wel onder vergrootglas. En je wordt afgerekend op je prestaties. En mensen van de media en de buitenwereld, die wisten dat natuurlijk niet. Dat ik na de training zeg maar meteen naar huis reed om voor mijn moeder te zorgen. En ik belde haar acht keer op een dag om te checken of de deur wel op slot zat bijvoorbeeld. Omdat ja, mensen met dementie vergeten dat. Dus ja, daarin ben ik mezelf wel in tegengekomen. Dat ik bijvoorbeeld tijdens toernooien waar stress veel samenkomt, ook echt gewoon hartkloppingen kreeg bijvoorbeeld en slecht slapen, aan slaapmedicatie moest, omdat ik me zoveel zorgen maakte. Dus ja, ik ben wel iemand die doorgaat, maar ook ik kom mezelf echt wel vaak tegen. En ik heb nu wel geleerd inderdaad dat je gewoon beter maar open kan zijn over hoe je voelt en ook naar de buitenwereld. Weet je, het is geen zwakte om je zwaktes ook te delen. Ik denk dat het juist sterk is als je zegt van ja, ik ben af en toe ongelukkig of ik ben af en toe verdrietig. En ik probeer dat nu wel meer te doen. En ook bijvoorbeeld op social media, weet je wel. Ik probeer me wel gewoon open en kwetsbaar op te stellen. Ja, en hoe zijn die reacties daarop? Want dat lijkt me heel spannend als je dat voor het eerst, als je dat zo bewust gaat doen. Klopt. Het is ook niet dat het op de een of andere dag in één keer dat ik dat heb bedacht of zo. Maar het is wel, ja, je krijgt heel veel hartverwarmende reacties ook erop. En ook mensen die zich daarin herkennen. Of ja, mensen die ook die situatie meer begrijpen. En aan de ene kant vind ik dat heel fijn. En aan de andere kant denk ik van ja, ik wil ook niet, ik ben ook niet zielig. Weet je wel, ik ben naast alle problemen in mijn leven, ben ik ook echt gewoon een heel positief en ook gelukkig mens. En een bevoorrecht mens. Dat ik van mijn sport mijn werk heb kunnen maken. Dus ik wil niet dat mensen mij zeg maar zien als een zielig persoon of zo. Ja. Hey, als je nou, wij kennen elkaar niet, maar we kennen de jongeren in de Zoom ook niet allemaal. Er waren wel wat vragen over inderdaad jongeren die ook hun ouder hebben verloren of moeilijk hadden afgelopen jaar ook. Heb jij een tip of een ervaring wat je wilt delen, hoe iemand daarmee om kan gaan? Hoe hou je die motivatie om wel gewoon zo door te gaan zoals jij net uitlegt dat jij dat doet? Ja, ik denk vooral dat het altijd voor iedereen heel persoonlijk is. Ik denk wel altijd, ik zeg ook tegen mensen die dit mee hebben gemaakt van wat voor jou goed voelt, dat is goed. Weet je wel, met dit soort persoonlijke dingen. Weet je, voelt het goed om met mensen over te praten, dan is dat goed. Wil je dat niet, weet je, wil je het eerst bij jezelf houden, denk ik dat het ook goed is. Ik denk dat vooral je eigen gevoel daar een hele belangrijke rol in speelt. En daarnaast, wat voor mij gewoon persoonlijk een echte motivatie is, is dat ik mijn ouders gewoon trots wil maken. En gewoon, zeg maar, ook hun legacy, zeg maar, wil achterlaten hier in de wereld. En dat ze, ja, dat ze een reden hebben waarvoor ze hebben geleefd, zeg maar. Dat vind ik wel een hele mooie, ja, manier om hun leven door te laten leven hier, zeg maar. Mooi. En je zei ook van, ik heb ook geleerd om te praten en om het ook met mensen te bespreken wat er gaande is. Wie zijn daarin voor jou belangrijk? Mijn zus natuurlijk. Mijn zus en ik, nadat mijn vader was overleden, heb ik altijd in het begin een beetje het gevoel gehad van dat zij heel erg verantwoordelijkheid over mij voelde. En ik was toen een puber natuurlijk, ik was toen 15 jaar oud. En had ik soms het gevoel dat ze een soort van tweede ouder voor mij probeerde te zijn. En dat was natuurlijk ook alleen maar uit liefde. Maar op dat moment ben je puber.
En door de jaren heen en ook door het ziekteproces van mijn moeder zijn wij veel dichter naar elkaar toegegroeid. En met mijn zus bespreek ik nu alles. En dat is heel fijn dat die relatie heel sterk is geworden. Dus zij is daarin heel belangrijk. En ook mijn oom, de broer van mijn moeder, is een hele belangrijke persoon daarin. En daarnaast mijn vriendinnengroep. Mijn vriendinnen die ik al heb vanaf mijn 10e, 11e. Dat zijn nog steeds mijn vriendinnen. Ondanks dat ik veel weg ben met de sport. En ja, ik onderhoud goed contact met hun. Ook als ik in het buitenland ben. En zij zijn daar voor mij ook echt wel een klankbord. Ja, wat mooi. En wat fijn. Okay, je vertelde ook al van, ja, ik zit alleen in Rusland. Afgelopen jaar was het helemaal moeilijk ook dat mensen jou konden bezoeken. Spreek je Russisch eigenlijk? Ja, een beetje. Tjutjut. Dat is een beetje in het Russisch. Tjutjut. Ja. Heel klein beetje. Hoe is het afgelopen jaar? Want ik kan me voorstellen dat je, nou, net als veel jongeren, ik wil niet zeggen dat deze jongeren zijn, maar in het algemeenheid, hè, veel mensen, ik herken dat zelf ook, ik woon ook alleen, mijn familie woont ver van mij vandaan, wel in Nederland, maar dat je minder mensen hebt gezien en dat je je best wel eenzaam kan voelen. Herken jij dat ook? Ja, nou, het is grappig. Ik heb het daar met teamgenoten van mij wel eens over gehad. Dat toen die coronaperiode natuurlijk begon in Nederland en mensen binnen moesten zitten in quarantaine zaten en afgesloten. Toen hebben we wel eens met elkaar over gehad van ja, dat is eigenlijk hoe wij als topsports in het buitenland zeg maar vaak leven. Omdat wij zitten ook heel erg op onszelf, altijd alleen. En daar moet je je weg zien te vinden. En ik had dus, toen die corona begon, had ik echt een beetje het gevoel van, oh, ik mis nu niks in Nederland, want er gebeurt nu toch niks, weet je wel. Dus ergens was het in het begin voor mij een beetje een fijn gevoel. Maar uiteindelijk merk ik natuurlijk nu ook dat het heel lastig is dat bijvoorbeeld met dingen zoals begrafenis, dat ik daar niet naartoe kan, kan geen familie of vrienden op bezoek krijgen. Ja, dat maakt het wel nog veel lastiger, want als ik hier in het buitenland zit, ja, je leeft naar een moment toe, naar een soort van geluksmomentje. Van, oh, in december komen mijn vriendinnen altijd langs om Sinterklaas te vieren. Ja, dat is nu niet. Dus dat zijn wel de momenten waarin ik het ook merk in mijn leven, zeg maar. Dat ik denk van, ah ja, die kleine momentjes waar je naar uitkijkt, ja, die mis je dan wel. En dat kan ik me wel goed voorstellen dat jongeren dat ook echt in Nederland missen. Absoluut. Hey, ik wil ook nog even kort met jou terug naar hoe jij vroeger was. Want jij bent op jonge leeftijd begonnen met volleybal. En ik ben heel benieuwd, wat voor een meisje was je? Hoe was je vroeger op school bijvoorbeeld? Ja, nou, ik was sowieso altijd een heel erg druk kind. Ik zocht altijd uitdagingen. Dus ik zat ook tegelijk op jazzballet, tennis, volleybal, muziekles. Ik deed van alles door elkaar heen, want ik vond alles leuk. En ik heb toen een keer met de sponsor lopen op school. Op mijn 11e heb ik mijn arm gebroken. En toen kon ik eerder weer volleyballen dan bijvoorbeeld tennissen. Ik kon geen racket vasthouden. Dus daardoor ben ik toen eigenlijk doorgegaan met volleybal. Terwijl ik vond tennis eigenlijk altijd veel leuker. Dus dat is wel een grappig feitje. Maar ik was inderdaad altijd een heel druk kind. En ook op school heel sociaal. En ik heb mijn VWO afgemaakt, maar het was niet, daar lag niet mijn prioriteit, zeg maar. Ik vond de sporten alles eromheen en vrienden vond ik altijd veel leuker. En ik heb mijn VWO ook gehaald, volgens mij met 2 onvoldoendes op mijn diploma, weet je wel. Dus volgens mij zou ik nu niet eens meer geslaagd zijn met de nieuwe regels en alles. Dus een bezig bijtje was ik, ja. Ja, en hoe hield je dan toch die motivatie als volleybal dan het grootste was en alles eromheen wat je deed? Hoe hield je dan toch die motivatie om wel dan die school af te maken? Dat is eigenlijk nooit echt een vraag ook voor mij geweest. Want ik vond school sowieso heel erg leuk om naartoe te gaan, om mijn vrienden te zien. En ik vind het oprecht ook gewoon wel leuk om dingen te leren. Bij mij ging het wel van na de school ging ik naar de training toe en huiswerk. Dat moest daarna nog gebeuren om 8 uur 's avonds en dan zat ik gerust tot 11 uur. Dus als ik nu foto's ook van mezelf zie als kind, ik had altijd een kring onder mijn ogen. Dikke wallen. Dus ik deed het maar gewoon omdat ik dingen leuk vond. Ik denk dat ook het belangrijkste is. Weet je, je moet echt doen wat je leuk vindt. En soms horen daar dingen bij van dat je dan maar inderdaad je huiswerk wat later gaat maken. Ja. Jeroen die stuurt erg herkenbaar met een smiley face. Ja. Goed. Kijk, want ik ga zo ook even naar Marcel. Hè, want we zitten hier ook om met z'n allen. Jij hebt misschien ook wel vragen aan Marcel. Maar ik ben ook nog wel benieuwd, als je kijkt naar jouw topsportcarrière. Je zit al 12 jaar in het Nederlands team, 11 jaar? Ja, oude sok. Ja. Ja, ben je inmiddels een van de oudste? Ja, ik word een veteraan bijna, joh. Dat is niet normaal.
Wat leert dat? Want het team is natuurlijk heel verschillend samengesteld met jongeren, met oudere meiden. Wat leren jullie van elkaar? Nou, ten eerste natuurlijk de taal die de jeugd tegenwoordig allemaal gebruikt. Dat leer ik van de jonkies. Leer ons ook wat. Ja, joh. Ja, dat kunnen jullie mij beter leren allemaal. Dat zijn jullie beter in, denk ik. Nee, maar het is wel... weet je, en het, met de leeftijd komt denk ik wel gewoon echt de ervaring. En ik denk dat dat belangrijk is. Weet je, als jonkie moet je gewoon lekker vrij zijn. En doen wat je leuk vindt. En lekker onbevangen in het leven staan. En... wanneer je meer ervaring krijgt en ook beter weet wat er op het spel staat, zeg maar. Dus ook in de sport, dan weet je, als ik een bal moet serveren. Ja, vroeger dan gaf ik die bal een hengst en dan denk ik van ja, ik wil gewoon een punt maken. Zo, nu ben ik me er veel meer van bewust van, ja, als die fout gaat en we verliezen de set. Ja, weet je, dan ga je veel meer de consequenties afwegen. Dus ik denk dat het belangrijk is om, als je jong bent, dat je gewoon die... Dat onbevangen zeg maar echt vasthoudt en dat je dat zo lang mogelijk probeert mee te nemen. En op een gegeven moment is het mooi als je daarin je ervaring kan mixen of zo. Dus ik denk dat dat ook in teams een mooie mix is tussen jong en oud. En dat je daarvan mekaars kracht zeg maar echt uit gaat halen. Mooi, mooi. En wat is een van de momenten waar je met heel veel plezier en liefde en trots misschien wel op terugkijkt in jouw sportcarrière? Nou, ik denk dat dat het moment is geweest dat wij ons kwalificeerden voor de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. Want de Olympische Spelen waren in het volleybal altijd heel ver weg. Was echt sinds ik in het Nederlands team zat, was dat gewoon een beetje een doel wat we altijd wel uitspraken. Maar wat eigenlijk, het leek gewoon onhaalbaar. Omdat de wereldtop in volleybal is gewoon heel sterk. En vooral in Europa. En op de Olympische Spelen mogen maar 4 teams uit Europa natuurlijk daar naartoe. Dus dat was altijd heel moeilijk. En op het moment dat we dat bereikten, dan was echt heel bijzonder. Ik weet nog dat ik toen in de kleedkamer mijn moeder in tranen opbelde. Want ze was toen al ziek en ze kon niet komen kijken toen. Dus dat is een moment wat heel veel emoties meebracht. En dat doel eindelijk gehaald was, dat denk ik, dat was zoveel ontlading. En het was zo'n mooi historisch moment. Dat was wel echt heel bijzonder. Ja. Mooi. Geline die vraagt, ervaar je geen druk met volleyballen en vooral in het Nederlands team, lijkt me, want dan zijn er zoveel ogen op je gericht. Ja, absoluut, heel veel druk. En je weet ook, dat hoort erbij, maar dat is natuurlijk iets waar je niet voor kiest wanneer je begint met volleyballen. Daar groei je dan in. En ik probeer wel echt, weet je, ik doe gewoon mijn best en... Meer dan mijn best kan ik gewoon niet doen. Dus ja, als het niet goed genoeg is, is het op dat moment niet goed genoeg. Is het wel goed genoeg, dan wel, weet je. Ik probeer altijd aan het eind van de dag dat ik mezelf gewoon in de spiegel kan kijken. En dat is het enige wat telt. En al die meningen, ja, ik probeer ze gewoon niet te lezen en lekker langs me heen te laten gaan. Ja, want dat was ook een vraag van mij. Want je bent, als je helemaal succesvol bent, dan zijn inderdaad al die ogen op je gericht. Was het in het begin moeilijk als je kritiek kreeg of die mening? Want nu zeg je, ja, ik probeer ze gewoon niet te lezen. Maar hoe heb je voor jezelf geleerd je daar dan van af te sluiten? Ja, tuurlijk. Het raakt je wel. Je kan zeggen dat het je niet raakt, maar tuurlijk raakt het je. En het liefst wil je dat iedereen je goed of leuk of lief vindt. Maar dat kan helemaal niet. Iedereen heeft voorkeuren. Dus daar moet je maar mee dealen. En dat is ook soms super hard. Maar wat ik net ook al zei, weet je, ik doe mijn best en de mensen die me kennen weten hoe ik als persoon ben en die mensen die misschien wat over me schrijven, ja, weet je, die ken ik niet. Het is alleen maar negativiteit in je leven wat je niet nodig hebt, zeg maar. Dus ja, laat lekker gaan. Het heeft geen zin om je daar dan aandacht aan te geven en daar energie aan te verspillen. Je weet je energie in wat positief steken. Daar zijn we wel goed in, hè, met z'n allen. De hele dag energie steken in de socials en dingen die allemaal in de buitenwereld gebeuren. Daar kunnen we eigenlijk geen energie meer in steken, dus. Klopt. Ja. Hey, ik zal even kijken, want ik krijg volgens mij nog een vraag binnen. Ilona, die zegt, oh, heel mooi. Die zegt, het is prachtig hoe je bent gegroeid. Mis je ook af en toe de onbezonnenheid, vraagt Ilona. Ja, zeker. Ja, het is heel erg leuk en fijn om ervaring te hebben en ook een soort van status te hebben dat je niet meer hoeft te bewijzen. Bijvoorbeeld ook vooral met clubs in de sport, bijvoorbeeld op mijn positie. Er zijn maar een paar plekken in Europa of in de wereld waar ik zou kunnen spelen bijvoorbeeld en waar ik mijn werk kan doen. Dus het is heel fijn dat je op dat moment op een gegeven moment niet meer dat je daarvoor hoeft te bewijzen. Maar ik mis wel echt inderdaad gewoon lekker
vrijuit spelen, weet je wel. Gewoon dat je niet zo beseft wat er op het spel staat. En ja, dat mis ik wel. Ja. Ik wil er nog eentje. Wat is volgens jou de belangrijkste eigenschap die je als topsporter nodig hebt om ver te komen? Dat vraagt Marit. Nou, ik zou echt... Ik raad iedereen aan. Het is gewoon belangrijk dat je plezier in hebt in wat je doet. Want je moet iedere dag trainen en je moet die dedication hebben. En als je daar geen plezier in hebt, ja, dan werkt het niet. Dus je moet het echt leuk vinden van binnenuit. En als je dat niet voelt, ja, dan kun je werken wat je wil om maar iets te bereiken. Maar ik zou gewoon echt aanraden, doe iets wat je leuk vindt. En waar jij, weet je, iedereen heeft een talent. Dus ook al is het alleen maar luisteren naar iemand of wat dan ook, weet je. Iedereen heeft gewoon een talent en ga dat ontdekken en heb daar plezier in, vooral in het proces, ja. Laura, ik ben wel benieuwd als je kijkt naar alles wat jij nu gehoord hebt, maar ook naar jouw eigen ontwikkeling van het afgelopen jaar en ook die periode naartoe. Wat heeft het je gegeven? Oeh, wat een moeilijke vraag. Wat ik ook zo hoor nu uit deze meeting en zo. Ik denk dat het belangrijk is om te beseffen dat iedereen uniek is. En dat je je eigen verhaal kan schrijven. En dat belangrijk is. Weet je, jouw gevoel. Niemand kan jouw gevoel voelen. Dus schrijf je eigen verhaal. En ga daar ook voor staan, zeg maar. Pak dat aan. En ik denk wel, weet je, ik heb het echt niet makkelijk gehad de afgelopen tijd. En ik kom me vanzelf heel vaak tegen. Af en toe moet je dat gewoon accepteren. En af en toe jank ik hier ook alles bij elkaar. En dan denk ik daarna ook van, oké, maar vandaag... Heel vaak sluit ik de dag af met, oké, vandaag was wel een positief punt dat de zon scheen. Of mijn haar zat lekker vandaag. Of weet je, hele simpele dingen. Probeer gewoon echt het positieve te zien. En ik heb mezelf echt een mindset aangeleerd. En nucht overal. En ik probeer het geheel te bekijken. Wat ik net ook al zei, van aan het eind van het verhaal. Is het een periode in ons leven... Ja, het is maar een korte tijd hopelijk. En er komt een moment dat het weer verandert. En ja, dan wil je wel gewoon je verhaal hebben geschreven. En ja, jouw unieke verhaal, denk ik. Dus pak dat aan. Ik had dit voor geen goud willen missen. Dus ik wil jullie allemaal onwijs bedanken. En vergeet niet het nummer op te slaan. En even op de link te klikken. En als je nog vragen hebt, benader ons vooral via Project Comeback. Dat mag ook gewoon via direct message. Laura, heel veel succes. En ja, ook... Succes vooral met die kou daar in Rusland. Maar ook met je carrière. En we hopen je ook in het nieuwe jaar nog een keer te spreken. En dan... dan. Goed. Super bedankt allemaal. Ongemakkelijk zwaaien. Bedankt, hè. Bedankt. En succes met volleyballen daar. Yes. Doeg. Dank allemaal.